Video. Vandaag zijn wij gaan wij naar een verlaten klooster, een verlaten monastery. En ik heb er eigenlijk geen geschiedenis nog niet van opgezocht, maar dat ga ik nog wel doen. Het is heel gemakkelijk om binnen te komen, maar er staat wel een nieuw bord mee dat er camerabewaking is. Dus we zullen zien of dat er bewaking is of niet. Dit is de naam van wie dat de kamer was waarschijnlijk hier. Het plafond is al prachtig versierd. De vloer is er gewoon uitgesleurd. Zie? Dat is overal. Zot, hè? Mm-hmm.
Hoe is dat? Ik weet het niet. Oh, oh, je komt gewoon hieruit. Je ziet een camera als met een sprint te leggen. Zie je dat terug hieruit. Ja. Zo'n toertje. Oké. Inderdaad. Ja. Oké. De nommetjes zijn lekker. En je gaat even zien. Dan zie je. En nu even daar in de zolder een kijkje nemen. Lindsay gaat niet mee, het is een beetje sketchy. De vloer is wat verrot en daar is eigenlijk echt mold. Dus ja, moet je zeggen, dat is schimmel en zo. Dus nee, dat ik even heb opgezet, maar dat zit er niet gezond uit. Komt je even mee? Kijk, komt hier. Kijk, de vloer. En hier. Dan kan ik eens kijken. Een beetje gaan. We zijn nu eigenlijk in een bijgebouw. Zie, dat is het hoofdgebouw daar. Een beetje voorzichtig zijn, want daar staan huizen. Het is een straatkant ook. Soms niet opmerken. Er is hier eigenlijk niet echt veel te zien. Welk? Ja, kaarsjes, maar die zijn aangestoken en dan terug uitgeblazen. Maar dit is wel gewoon. Dat is waarschijnlijk om zo satanische dingen te doen. Is leeg, hè? Oeps, straatkant. Dat was leeg. Check hoe creepy dat gordijn is. Oh, check. Vertaald. Kijk hoe perikel eruit. Sowieso leeg. Het is toch donker. Je kunt het zien, hè? Ja. Het is hier wel frisser, hè? Het is hier goed. Het gebouw is dus groter dan we dachten. Ja. Het is echt zot. Hiernaast is de altaar. Denk ik. Ja, dat is een kerk. Dat is volgens mij een flik, want dat ze hem gingen bieden, als het uit was. En voor de rest heb ik niks gezien van een kerk. Hè? Nee, ik ook niet. Dit is het enigste kapelletje dat er is. Ja. Maar dat is allemaal weg, hè? Ja. Die waren bang niet. En dan die hoge passen, die hebben ze ook helemaal kapot gegooid. Ja. Zo. Jezus Christus is zijn hoofd kwijt. Zijn benen? Allee, jong. Vandalisme. Oké, mensen. Dit is het einde van de video. Hopelijk vonden jullie het een goede video. Dus dit was een verlaten klooster dat we hebben gedaan.
Momenteel zijn we op de terugweg, op de recht, dus allee, het stuk voor terug naar de baan te gaan. We hebben 3 borden tegengekomen, of 4 met camerabewaking, maar we hebben geen enkele camera gezien, buiten deze mooie camera. En mijn iPhone-camera. En die camera, waar we nu mee aan het filmen zijn. Die camera's hebben we wel gezien, maar voor de rest geen camera's. Volgens mij is het gewoon om bang te maken. Het zijn wel recente borden. Nu, we zijn het pad nog niet uit. Er kan altijd nog politie of security staan. Ja. Maar ik denk niet dat er problemen gaan zijn voor hier. Hopelijk niet, hè. Zoals Lindsay zei, bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Thumbs up, subscribe. Laat iets weten in de comments wat jullie van de video vonden. En peace out and stay exploring. En see you in the next video. Doei. Goed, de video is eigenlijk gedaan. Maar ik heb gezegd dat we geen camera's hebben gezien en geen politie of security. Ik denk dat we een chance hebben gehad. Hè? Ja, ik ben nog even naar de winkel hier gegaan, want ik wou nog fles water kopen, want het is super warm, het is over de 30 graden. En ik kwam buiten en ik zie 2 politieauto's, wel kleintjes, en die zijn hier aan het patrouilleren. En ik zie de hele tijd naar de ingang allebei kijken van het klooster. En die waren heel traag aan het rijden. Dus ik denk wel dat ze trucjes aan het rijden waren, dat ze aan het patrouilleren waren, dat ze een oproep hebben gehad of buurtbewoners die het ons toch hebben zien lopen. Dus ik denk dat we chance hebben. Ja, goed. Dit is dan officieel het einde van de video. Doei!